Mijn naam is Jacob Utrecht. Ik ben alweer 25 jaar werkzaam bij Ruby Design. Ik ben verantwoordelijk voor de R&D-afdeling. En de R&D-afdeling is natuurlijk weer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van producten en technische ondersteuning van de divisies binnen Ruby Design. We hebben in 2020 hebben wij de subsidie ontvangen. De innovatie is een ontwikkeling van een hoogfrequent dynamische testbank. En met de hoogfrequent dynamische testbank kunnen we de dynamische eigenschappen van producten meten, zodat we goede voorspellingen kunnen maken van constructiegeluidoverdracht en onderwatergeluid bij jachten of marineschepen. Nou, de innovatie is sinds begin dit jaar, eind vorig jaar, echt operationeel. Er worden heel veel nieuwe prototypes worden nu gemeten en geoptimaliseerd. Dus de bank is al volop in gebruik. We leren nog steeds wekelijks bij en blijven ook de banken doorontwikkelen om het te blijven verbeteren. Ik ben Tigo Jansen, wethouder in de gemeente Zijndrecht. Voor Smart Delta Drechtsteden is deze innovatie belangrijk, omdat we op die manier mee blijven doen in de ontwikkeling van de sectoren die belangrijk zijn. Zoals onder andere de maritieme maakindustrie. Het MKB Katalysatorfonds is uniek omdat je niet alleen financiën krijgt als bedrijf, als MKB-ondernemer die deelneemt aan het fonds, maar dat je ook een netwerk krijgt, een kennisuitwisseling en gedegen advies. We steunen dit fonds vanuit Smart Delta Drechtsteden omdat we op deze manier de kansen creëren voor beginnende ondernemingen, maar ook bestaande ondernemingen die nieuwe producten gaan ontwikkelen. En dat versterkt uiteindelijk de bredere sector en dat versterkt uiteindelijk de bredere regio. En als gemeente zijn we natuurlijk heel erg trots dat Ruby Design een van die bedrijven is die op dit moment deze vernieuwingen aan het toepassen zijn. Nou, de bijdrage van het MKB Katalysatorfonds was heel belangrijk, omdat je dan weer een extra ondersteuning krijgt, wat het voor ons als bedrijf mogelijk maakte om te starten met de ontwikkeling. Het is voor ons als bedrijf een flinke investering geweest en zeker de bijdrage heeft geholpen om de financiering rond te krijgen en om te starten met ontwikkeling en productie. Ik zou andere bedrijven zeker aanraden om ook gebruik te maken van deze subsidie, omdat het toch mogelijkheden biedt om investeringen te doen of ontwikkelingen te doen die je normaal gesproken dan niet zou opstarten.